De Samsung Galaxy A42 5G is een populaire en betaalbare 5G-smartphone. Hij is al een tijdje uit en toen hij uitkwam heb ik hem helaas niet kunnen behandelen. Maar nu ga ik het er wel even over hebben. En in deze hands-on vertel ik je het een en ander over deze Samsung Galaxy A42 5G. Een van de punten waar deze Samsung Galaxy A42 5G erg goed scoort is zijn gebruikservaring en dat heeft met een aantal dingen te maken. Eentje is het OLED-scherm dat er heel erg mooi uitziet. Ik moet wel zeggen dat de resolutie van het scherm niet zo hoog is. Het is een HD Plus scherm en ja, daardoor is die minder scherp dan de meeste andere schermen in deze klasse. Maar het ziet er toch heel mooi uit. Het helpt ook met de prestaties, want Samsung software is meestal niet zo heel goed geoptimaliseerd. Maar omdat er minder pixels aangedreven hoeven te worden, gaat het gewoon allemaal wat sneller. Nou, combineer dat met de Snapdragon 750 chipset die in het toestel zit. En je hebt gewoon een hele vloeiende gebruikservaring die me echt meevalt van Samsung. De telefoon is daarnaast voorzien van 5G ondersteuning, ook dat is fijn. En het laatste puntje, wat de gebruikservaring zeker ten goede komt, is het leuke ontwerp. De telefoon heeft niet al te grote schermranden met een kleine druppelnotch boven in het scherm. Nou ja, dat is niet zo bijzonder. Wat wel bijzonder is, is de achterkant met een soort van gelaagd patroon. Dat kleurtjes reflecteert in een soort regenboogpatroon. Dat vind ik heel leuk. En de telefoon is daarnaast relatief licht en handzaam voor een smartphone met een 6,6 inch scherm. En ook dat is een voordeeltje. De software van deze Galaxy A42 is de One UI software van Samsung. Die is uitgebreid en dat is natuurlijk fijn. En wat vooral ook heel fijn is, is het updatebeleid. Hij krijgt 2 jaar Android upgrades, dat is redelijk standaard. Maar ook 4 jaar beveiligingsupdates en dat is voor een telefoon onder de €300 gewoon heel erg goed. De camera's zijn ook behoorlijk goed voor een telefoon onder de €300. Het is een 48 megapixel hoofdcamera, een 8 megapixel grootdoekcamera, een 5 megapixel macrocamera en nog een dieptesensor. Nou, die dieptesensor mag je meteen vergeten. Die macrocamera is op zich leuk, kwalitatief niet super goed, maar het is wel handig om hem te hebben. De grootdoekcamera geldt eigenlijk hetzelfde voor. Ook die is gewoon heel fijn om te hebben, maar kwalitatief niet super. Maar de hoofdcamera, die doet het eigenlijk best wel goed voor een telefoon in deze prijsklasse. De sensor is niet zo heel erg bijzonder, maar de beeldverwerking van Samsung is wel goed. Foto's zijn relatief consistent van kleur, hebben ook mooie kleuren, een goede dynamische range. Foto's zijn wel relatief snel bewogen als je er in het donker mee werkt, maar dat is een van de weinige nadeeltjes. En verder scoort hij voor zijn klasse gewoon goed. Deze telefoon is inmiddels een half jaar oud en dat merk je helaas ook wel aan wat kanten. De ondersteuning, daar hoef je dus niet voor te doen, want die is gewoon erg goed. Maar wat je bijvoorbeeld merkt is dat het scherm geen hoge verversingssnelheid heeft. Het is een 60 Hz scherm in plaats van een 90 of 120 Hz scherm. Bovendien is de telefoon weliswaar voorzien van een vrij snelle chip. Maar is die inmiddels in deze klasse wel ingehaald qua snelheid. En ik moet zeggen dat er ook gewoon het afgelopen half jaar best wel hele goede andere telefoons zijn uitgekomen. Denk bijvoorbeeld aan de Samsung Galaxy A52, die wel wat duurder is, maar ook een stuk completer. Of de OnePlus Nord Core Edition 5G of de Xiaomi Poco F3. Dat zijn gewoon toestellen die toch net wat beter doen dan deze A42. Dan zou je zeggen dat de prijs van de A42 gezakt is, maar dat valt eigenlijk een beetje tegen. Hij kost nog €290 en dat is niet eens zo heel erg veel minder dan waar hij voor uitkwam. Dat betekent niet dat deze telefoon geen aanrader meer is. Maar je moet het wel vooral hebben van dat je een Samsung smartphone wil die 5G ondersteuning heeft, relatief snel is en niet zoveel geld kost. Dan is de Galaxy A42 denk ik nog een goede keuze. Maar als je nou niet per se een Samsung hoeft, dan is het ook zeker mogelijk om voor dit geld wat beters te krijgen anno 2021. Ik ben Smartphoneman Dominique, bedankt voor het kijken van deze video. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt en dat je het concept van een hands-on die wat korter is leuk vindt. Laat het even weten in de reacties onder deze video. Vergeet de video niet te liken als je hem leuk vond en abonneer je op mijn kanaal mocht je dat nog niet gedaan hebben. En dan zie ik jou heel graag een volgende keer.